Wat gebeurt er met de mensen die daar hebben ingeschreven? Wel, gisteravond hebben we eigenlijk via de pers moeten vernemen omdat een bos in Brussel afgesloten werd. Het dorp was volledig opgebouwd, dus ze zijn eigenlijk gisteren begonnen met het afbreken. En we hadden twee opties. Ofwel zouden we hier wat meer van Franstalen niet aanwezig zijn met anders, dus ze konden hier terecht. De race en de namen die op hetzelfde moment niet doorgaat. Ja, ik zie hier op mijn papieren 23.000 mensen zijn ingeschreven voor de race van de koor. Ben je heel blij, maak je dat? Super blij, super blij. Mooi lachen voor de camera hier. We wachten nog even op een teken. Hij die zegt dat we mogen. We gaan samen aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go!
En proficiat aan het meisje met de taart op haar hoofd. Die is jarig vandaag, Zita. Ze wordt 17. En in plaats van leuke dingen te doen met haar vriendinnen, heeft ze ervoor gekozen om mee te stappen met de Walk for the Cure. Proficiat! Geniet van je verjaardag. Iemand is x aantal jaar getrouwd. Proficiat, proficiat. Of moet ik zeggen, enige deelneming? Ja, waarschijnlijk wel. Ik ben 2 jaar gescheiden. 2 jaar gescheiden, ook goed, als je maar gelukkig bent. Proficiat aan iedereen.